Hallo, ik ben Tom de Moor. Ik voorzie jullie graag van een digitaal inleidend woordje bij de voorstelling Dear Winnie. Een co-productie tussen KVS en het Noord-Nederlands Theater. Een voorstelling die internationaal al heel wat lof kreeg en die nu dus ook in Kortrijk halt houdt. Een radicale musical, een multimediaal totaalspektakel. Een belangrijke voorstelling rond een prangende thematiek, waar we enerzijds niet van zullen willen wegkijken en anderzijds ook niet van mogen wegkijken. Een voorstelling van drie frisse, interessante theatermakers die hier negen vrouwen uit verschillende disciplines op het podium samenbrengen, die een achtergrond in de Afrikaanse diaspora delen. Ze worden verbonden door hun eerbied voor de strijd van Winnie Mandela om Zuid-Afrika te bevrijden van het juk van het witte apartheidsregime. Ze brengen dit verhaal niet als een rechtlijnige biografie, maar selecteren scènes die ze vanuit hun persoonlijk gekleurde bril analyseren. Deze diverse cast biedt jullie dus hun individuele links en persoonlijk verhaal. Erkent dat Winnie Mandela geen smetteloos figuur in de geschiedenis was, maar eert wel haar kracht om hoe ze ondanks de ballingschap en het misbruik bleef doorvechten voor de waarden waarin ze geloofde. En wil op die manier ook de huidige generatie aanmoedigen om voor de gelijkheid te blijven vechten, ook in 2022. Ja, die Winnie, dat is Winnie Madikizela Mandela. In de voorstelling Dear Winnie wordt door een Sangoma, traditionele Zuid-Afrikaanse genezer, op het podium geroepen. Maar alvorens dat gebeurt, misschien toch ook een beetje biografisch kader rondom haar figuur. Winnie Madikizela, die wordt geboren in de Oosterse Kaapprovincie met een witte vader en een Xhosa-moeder. Ze studeert sociaal werk en internationale betrekkingen en zal ook in die sociale sector aan het werk gaan tot ze op haar 23ste met Nelson Mandela in het huwelijksbootje stapt als zijn tweede vrouw. Ja, die Nelson Mandela die levert natuurlijk een strijd voor de rechten van de zwarte Afrikanen tegen de witte of tegen de exclusief witte overheid, die ook wel eens de boeren genoemd worden, in een Zuid-Afrika waar sinds 1948 de apartheid woedt, uitgeroepen door Hendrik Verwoerd. In 1963 wordt Nelson Mandela gearresteerd in het Rivonia-proces, een proces vernoemd naar de boerderij waar hij en andere leden van het ANC, het Afrikaans Nationaal Congres, ondergedoken hun strijd streden. Mandela zou gearresteerd blijven tot 1991, wat ook wel eens als het einde van het officiële apartheidsregime wordt aangezien. En doorheen die hele periode van zijn arrestatie zal Winnie zijn rol overnemen als gezicht van de anti-apartheidsbeweging. Daarmee wordt ze een primair doelwit van het Nationaal Parlement, die haar onder huisarrest stelt, die haar meermaals blootstelt aan geweldpleging en foltering. Ze wordt meermaals gearresteerd. De langste periode is dat 491 dagen in de centrale gevangenis van Pretoria, waar ze ook enkele maanden in absolute isolatie doorbrengt. Ze wordt een tijd lang verbannen naar de stad Brandfort van 1977 tot 1985, waar ze van op lokaal niveau haar strijd verder zet en zo ook internationaal in de belangstelling komt. En het is dankzij haar positie op die internationale radar dat ze uiteindelijk ook die ballingschap zal kunnen beëindigen. Nadien verandert haar discours. Het wordt harder, haar aanpak wordt militaristischer en ze zal een grotere beweging rondom en achter zich verenigen. Dit zorgt voor een aantal controversiële passages. Ze zal in haar speeches onder meer foltertechnieken als necklacing goedkeuren. Necklacing, dat is een folterpraktijk waarbij mensen levend verbrand worden doordat ze een rubberen band gevuld met brandende benzine rond hun nek krijgen.
Ze zal ook verbonden worden aan een aantal brutale vervolgingen en verhoorpraktijken tegen vermeende jonge spionnen, waaronder ook de tieneractivist Stompy Seipi, die vermoord werd, een misdaad waarvoor ze later vrijgesproken zal worden. Haar verhaal werd een aantal jaar geleden zeer mooi in beeld gebracht door Pascal Lamché in een documentaire waar we nu ook even de trailer van bekijken om toch ook wat bewegend beeld bij Winnie Madikizela Mandela te krijgen. Een film die trouwens ook een absolute aanrader is om volledig te bekijken. Would you be prepared to take up a gun and kill someone in order to achieve your freedom? Now I know I can. We were the cannon fodder. We were the foot soldiers and we were exposed to the viciousness of apartheid. There's thinking people and there's people who are determined to survive and there's fighters. She's an activist. She's not the type of person who can be voiceless. Apartheid is a criminal act. The white man, 3.5 million. We are 30 million. We need to be people. Pressure is being exerted on us as the arch oppressors of our time. When people on the ground know who their leaders are, there's nothing that you can do successfully to alter that relationship. I just think it was too much power to have as a couple, and they had to get rid of this. Ja, deze Winnie Madikizela Mandela is de inspiratiebron voor Dear Winnie. Een voorstelling die ontstaan is vanuit het delen van verhalen over en geïnspireerd door deze vrouw, voor wie tijdens het repetitieproces ook steeds een symbolische stoel vrijgehouden werd. We zien geen narratief theater, maar een collage van scènes en impressies rond het leven van Winnie en de kracht die de 9 artiesten op het podium puurden in hun persoonlijke leven. Mama Winnie, zoals ze ook wel genoemd werd, zal een kapstok zijn in deze voorstelling. De representatie van de zwarte vrouw in de geschiedenis, in de maatschappij. Een vrouw die al te vaak gedemoniseerd werd naast de engel Nelson Mandela. Maar waar ook de vraag kan overgesteld worden of Nelson Mandela niet te veel concessies getroffen heeft voor de algemene vrede, waarbij Winnie dan te vaak de vraag gesteld wordt of ze niet te ver gegaan is in haar strijd. We kunnen ook haar positie als vrouw in vraag stellen. Was het omwille van haar geslacht dat haar gezicht niet prijkt op t-shirts, maar dat van bijvoorbeeld Che Guevara wel als grote verzetstrijder? We krijgen verschillende scènes uit haar verleden en ook uit de Zuid-Afrikaanse geschiedenis op het podium te zien. Een belangrijke daarvan is bijvoorbeeld een scène waarin de geestelijke Desmond Tutu, aangesteld als hoofd van de waarheidscommissie, haar publiekelijk vraagt zich te excuseren voor haar daden en haar op die manier ook meteen categorisch aan de foute kant van een verwarrende geschiedenis plaatst. Een andere scène die een prangend beeld zal opleveren, is een flashback naar de 19e eeuw, waarin de Zuid-Afrikaanse Saartjie Baartman als een exotische bezienswaardigheid meegenomen zal worden naar Europa, waar ze in de dubieuze Human Zoos naakt tentoongesteld en beschimpt zal worden. Iets wat trouwens zelfs na haar dood zou blijven gebeuren. Het is een toonbeeld van hoe ook een vrouw als Winnie Madikizela Mandela als hoer, terroriste, moordenares maatschappelijk aan de schandpaal genageld werd.
Het stereotype wordt hier sprekend op zijn kop gezet door de witte oude man deze keer in deze context de kijk te zetten. Al deze scènes, al deze vignetten worden door 9 actrices, of liever gezegd artiestes uit verschillende disciplines op een podium gebracht. 9 vrouwen die elk aan de top van hun métier staan, die elk ook een zeer boeiende persoonlijke geschiedenis hebben, waar ik een paar voorbeelden wil uitplukken, maar voornamelijk ook uitnodigen om van elk van deze artiestes het persoonlijke verhaal ook eens verder te checken. We zien op het podium onder meer de zangeres Tutu Puane, die zelf opgroeide in de townships van Pretoria en die heel sprekend zag hoe na de apartheid die vrede enkel op papier zo bleek te zijn en de criminaliteit bleef voortduren. Deze voorstelling was een heel belangrijke gebeurtenis voor haar. Ze noemde het echt als een soort thuiskomen op het podium. Naast haar zien we de actrice en de zangeres Andy Duchine, die als kind van Rwanda naar België trok en die als actrice heel vaak geconfronteerd wordt met de eendimensionale typecasting van zwarte vrouwen op het podium of op het scherm. We zien ook de rapper Gloria Boateng, die zich door het maakproces van de voorstelling veel meer met haar Afrikaanse roots begon te vereenzelvigen. Roots die ze wat wegduwde nadat ze in een Belgisch pleeggezin als vrouw van Ghanese origine opgroeide. We zien dus niet enkel vrouwen uit Zuid-Afrika, maar ook uit Suriname, Congo, Rwanda. Vrouwen die zich identificeren als bijvoorbeeld African, die zichzelf via die figuur van Winnie herontdekken. Dit alles doen ze onder de artistieke begeleiding van J.R. Caesar, een gezelschap dat eerder onder meer al scoorde met de gerenommeerde en gelauwerde voorstelling Malcolm X, en dat ernaar streeft vanuit een outsiderpositie, alle 3 zijn ze autodidact, een internationale cast samen te brengen in een multimediaal totaalspektakel dat de samenleving weerspiegelt en dat ons tegelijkertijd de schoonheid en de harde realiteit van het leven toont. Die Malcolm X, daar gaan we ook nog eens even op terugblikken om al een eerste impressie. Ja, en dit gezelschap dat bestaat uit deze 3 hier. Eerst en vooral Junior Mtombeni, theatermaker die als kind onder meer al bij KVS acteerde, die later in bands als El Tatu del Tigre speelde en nu naast artistiek leider van zijn eigen simcollectief te zijn, ook veelvuldig met KVS samenwerkt. Hij regisseerde onder meer de Don Quixote brelbewerking L'Homme de la Mancha samen met Michael de Kok. Hij wil stevast hete hangijzers uit de geschiedenis en uit de hedendaagse maatschappij naar het podium brengen en heeft met deze voorstellingen wel heel persoonlijke band, aangezien zijn vader Maurice Mtombeni destijds ook een ANC-strijder was, wiens brief aan Winnie Mandela heel heftig gemediatiseerd werd tijdens het verzet. Naast hem is er de schrijver Fikri El Azouzi, schrijver van romans, theater, columns voor onder meer De Standaard en De Morgen. Schreef onder meer de roman Drari in de Nacht, waarvoor hij voor de Gouden Uil genomineerd werd en die door dit collectief ook al naar het podium vertaald werd.
Ten slotte is er ook de componist César Janssens. Hij verwierf destijds faam bij de Kids, werd de vaste drummer van Raymond van het Groenewoud en ook sessiemuzikant voor Roland, Bart Peters en Comilfo. Dit is echter niet zijn eerste theaterervaring, want hij werkte als componist ook al veelvuldig voor gezelschappen als Tarsenaal. Samen brengen zij ons dus Dear Winnie. Ze maken de betekenislagen los en zullen hun eigen interpretatie van de geschiedenis aan activisme koppelen. Het is een voorstelling die niet weggezet mag worden als propaganda of als verering, maar wel als hercontextualisering, als een exorcisme van historische, persoonlijke en maatschappelijke demonen, waar we ook thema's als de Zwarte Pieten-discussie of hashtag Witte Mannen bepalen alles aan kunnen koppelen. Winnie Mandela had haar fouten, die zullen ook in deze voorstelling aan bod komen, maar tegelijkertijd was ze ook de enige hooggeplaatste figuur die zelf ook de loopgraven introk tijdens het verzet. We krijgen hier dus een wakkerschuddend pamflet eerder dan biologisch docutheater. Een spektakel in tekst, zang, dans en rap, in Zulu, in het Engels, in het Noord- en Zuid-Nederlands. The Guardian noemde dit a thrilling homage, a radical and rousing musical. Dus dit zal ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring zijn die veel stof tot nadenken zal bieden. Ik wens jullie heel veel plezier en heel veel inspiratie met Dear Winnie. En ik dank jullie om deze inleiding te bekijken. Tot in Kortrijk. Mama Winnie.